Op mijn YouTube-kanaal heb ik de nodige filmpjes staan met kniptechnieken. Maar ik heb het volgende voor jullie. In deze film ga ik jullie de code of cutting uitleggen. En deze is wel net zo belangrijk als het kleurenwiel bij je kleurenleer. Ik ga filmpjes voor jullie maken van de basis tot aan de advanced. En dat ga ik doen met het knippen en met het kleuren. Nu is het op YouTube soms lastig om de filmpjes in de juiste volgorde terug te vinden. Dus wat ik jullie zou willen vragen is dat je je abonneert op mijn kanaal, geheel gratis. En elke keer wanneer ik dan een filmpje post, dan krijg je een melding en kan je in de juiste volgorde ook de filmpjes volgen. Nou, de code of cutting heb ik al de nodige keer in de studio gegeven en de doelgroep voor deze filmpjes is echt van 17 tot 77. Want ook al knip je 30 jaar, heb je hier nog heel veel aan en wanneer je begint met knippen is het een hele mooie tool om in mee te nemen. Nou, de code of cutting, dan leg ik de lijnen uit die je kan plaatsen in het haar om tot een groep te komen... Maar ook de gradaties komen daar voorbij. En het zijn vijf lijnen die ik uit ga leggen, het zijn gidslijnen die ik jullie ga laten zien. En wanneer ik dan een kniplijn heb uitgelegd, laat ik hem ook daadwerkelijk zien. Nou, het allereerste heel erg belangrijk, is de schedelvorm van je klant. Want als je een lijn plaatst tegenover een bepaalde schedelvorm, bepaalt dat het eindresultaat voor je koep. Als we naar de schedelvorm gaan kijken, en ik moet het anders zeggen, je moet naar de schedelvorm, je moet eraan gaan voelen. Want wanneer je namelijk je hand erop legt, dan kan je direct voelen bij je klant of ze een wat platter achterhoofd heeft of juist een wat rondere vorm. Geldt ook voor de zijkant. Bij de ene is die wat platter, bij de andere is die wat meer recht en bij de andere is die weer wat ronder. Dan zal je daar rekening mee moeten houden in je koep en in je kniplijnen wanneer dat je gaat knippen. In deze presentatie gebruik ik uh, hoofdvormpjes om de lijnen uit te leggen. En nou, zoals je kan zien, hij past hier over de schedel, dus ik ga nu uit van een ronde schedelvorm. Nou, als we dan daadwerkelijk naar de kniplijnen gaan kijken, dan zijn er maar vijf kniplijnen die bepalend zijn voor heel je koep. Dus welk plaatje dat je ook vindt, ze zijn opgebouwd uit deze vijf lijnen. Of één ervan, of meerdere. Allereerste lijn die we tegenkomen is de horizontale lijn. Wanneer je gaat werken met een horizontale lijn, dan gaan alle haren naar die ene lijn toe en dan creëer je massiviteit. Die wordt ook wel een lengtelijn genoemd, maar we kennen denk ik allemaal wel de pop. Als alle haren op één lijn zijn geknipt, heb je massiviteit. Maar die lijn die kan je natuurlijk ook ergens anders plaatsen. Je projecteert alle haren naar beneden, naar je horizontale lijn. Knip alle haren af op die ene lijn en daarmee creëer je massiviteit. De volgende lijn die we tegenkomen is de verticale lijn. De verticale lijn verwijdert heel veel gewicht en daar creëer je laagjes mee. Dus wanneer ik mijn vingers plaats heel dicht naast het hoofd. Dan ben ik heel veel gewicht aan het verwijderen als het bijvoorbeeld lang zou zijn. En dan ben ik heel veel laagjes ben ik aan het creëren. Maar die lijn die kan ik natuurlijk ook verder weg plaatsen. Maar dan nog bij je lagen aan het creëren en bij je gewicht aan het verwijderen. Ik neem een verticale passé op en plaats ook mijn vingers verticaal. Dus helemaal recht. Dit doe ik met de palm-tot-palm -palm techniek. Dat is de meest comfortabele manier voor te knippen voor je lichaam. Je palmen wijzen dan naar elkaar. Ik creëer dus veel gelaagdheid. Ik verwijder veel gewicht. Als we dan gaan kijken naar de derde lijn, de diagonale lijn. Wanneer je met diagonale lijnen gaat werken in het haar, dan ben je altijd een gevoel van zachtheid ben je aan het creëren. Maar wat ik ook al helemaal in het begin zei, het is wel bepalend hoe dat je hem tegenover je bosstructuur plaatst van je klant. Ik neem een verticale scheiding op, projecteer het haar rechtstandig naar me toe en plaats mijn vingers in een hoek van 45 graden. Met de palm tot palm techniek knip ik het haar af en hiermee creëer ik een gevoel van zachtheid. De vierde lijn die we tegenkomen. Is de convex. En wanneer dat we gaan kijken naar de convex, dan creëer je een bolle lijn. Ben je ook veel lager aan het creëren en veel gewicht aan het verwijderen. Ik projecteer alle haren 90 graden uit de hoofd uit. Dus hier boven op het hoofd projecteer ik het haar loodrecht omhoog en knip een rechte lijn. Ik neem een stukje van mijn gidslijn mee naar mijn volgende passé. En ook nu. Doe ik weer 90 graden uit de hoofd uit. Op deze manier creëer ik dus mijn convex, mijn bolle lijn. Ik doe eerst de ene kant en vervolgens ga ik door naar de andere kant. Ik hou constant mijn 90 graden aan. De hoofd loopt rond, dus ik ga met de ronding van het hoofd ga ik mee. Hiermee creëer ik dus veel gelaagdheid. Ik verwijder veel gewicht en ik creëer de bolle lijn. Als we dan gaan kijken naar de laatste lijn. Dan hebben we het over de concave. De concave is een holle lijn. Ook die creëert gelaagdheid en verwijdert gewicht. Maar een holle lijn, een concave, is in het midden wat korter. En naar de buitenste toelengte is die wat langer. Die concave kan je natuurlijk ook op middere plaatsen op het hoofd. Of in het gezicht kan je die plaatsen. Ik projecteer het haar rechtstandig omhoog. En hou mijn vingers in de hoek nu van 45 graden. Ik vind het het makkelijkste om van kort naar lang te knippen, dus ik draai de dolheid. Ik projecteer het haar weer omhoog. Ik zoek mijn gidslijn op. En in dezelfde 45 graden plaats ik mijn vingers. Op die manier heb ik aan beide kanten de gelijkheid van kort naar lang en creëer ik een concave bovenop het hoofd. De concave kan je natuurlijk ook op andere manieren plaatsen op het hoofd. Dan komen we bij de graduatie. Wanneer ik praat over het haar 90 graden uit de hoofdhuid projecteren, dan zal je zien wanneer je bovenop het hoofd werkt. Dan is het haar loodrecht omhoog, maar daarentegen als ik aan de zijkant werk, dan projecteer je hem naar je toe, want dan is die daar 90 graden uit de hoofdhuid. Wanneer er wordt gezegd met een projectie van 0 graden, dan is de lijn kaarsrecht naar beneden. En wanneer we praten van een graduatie van 45 graden, dan zit hij precies tussen je 0 en je 90 graden. Zit in In dit grafiekje wordt alles duidelijk. Want als we gaan kijken naar de horizontale lijn, dat is je massieve lijn. Heel veel gewicht, alle haren komen op die ene lengte. Als we dan gaan kijken naar de verticale lijn, die verwijdert dus heel veel gewicht, heel veel haar, ben je de laagjes aan het creëren. Daartussen zit dus je diagonale lijn van 45 graden, die zorgt altijd voor dat zachtheid in het haar. Maar nu komt het als je onder je 45 graden aan het knippen bent, dus als je bijvoorbeeld daar zit, dan ben je gewicht aan het opbouwen he, vanuit je horizontale lijn. Maar wanneer ik over mijn 45 graden ga, dus als mijn vingers zeg maar zo zijn. Dan zit ik boven mijn 45 graden en dan ben ik meer gewicht aan het verwijderen in het haar, want ik ga meer richting mijn verticale lijn. Op die manier werken de lijnen in de kniplijnen die je creëert. Dan hebben we nog drie gidslijnen die we gebruiken. Nou, als we dan gaan kijken naar de eerste gidslijn, dat is je vaste gidslijn. Dus je hebt je eerste passé, die knip je op lengte. En alle passés vanuit daar projecteer je naar je eerste lijn. Wat gebeurt er? Je passé legt steeds een verdere afstand af tot je eerste kniplijn. Daardoor creëer je extra lengte en dan creëer je dus een holle lijn omdat de lengte steeds langer wordt. Dus dat is je vaste gidslijn. Ik neem een verticale passé en ik bepaal de lengte. Ik kan het haar loodrecht naar me toe. Wanneer ik dan de eerste passé heb afgeknipt, dan ga ik door naar mijn volgende passé en ik blijf werken in verticale scheidingen. Ik kam het haar naar mijn eerste passé toe. Dus de afstand wordt al iets verder waardoor ik iets meer lengte bij het haar creëer. Ook nu weer neem je volgende passé. Kam hem naar je eerste passé toe. Dus ook nu weer wordt de afstand weer een klein beetje langer. Je kan ook zien dat ik elke passé tussen mijn vingers hou. Dus hoe verder ik naar voren ga werken, hoe groter de passé tussen mijn vingers wordt. Maar dat is het fijnste werken met een vaste gidslijn. Wanneer ik het haar dan naar beneden kan, dan zal je zien dat de lengte naar voren toe toeneemt dat die langer wordt. Dan gaan we kijken naar de tweede gidslijn en dat is je lopende gidslijn of ook wel genoemd reizende gidslijn. Dan neem je telkens de passé die je geknipt hebt, neem je mee naar je volgende passé. Dus dat kan je hier ook mooi zien. Dus je hebt je eerste passé heb je geknipt, neem je mee naar de volgende, sluit je hem aan, neem je mee aan de volgende, sluit je hem aan. En dan creëer je dus een ronde vorm, want je gaat met de ronding van het hoofd, ga je dan mee. Bij een lopende gidslijn begin ik ook met mijn eerste passé loodrecht uit de hoofd. Je lichaam staat ook daar waar je aan het knippen bent. Ik neem deze passé mee naar de volgende. De passé die ik knip, die komt loodrecht uit de hoofd uit. Dus ik ga constant met mijn lichaam ook een stapje opzij dat ik ervoor sta, zodat ik zeker weet dat ik het haar loodrecht uit de hoofd uitknip. Ik neem elke keer mijn vorige passé neem ik mee. En op die manier creëer ik dus een ronde lijn. Want ik ga met de ronding van het hoofd ga ik mee. Jullie zien mij nu de dol het draaien. Want ik wil het wel zo goed mogelijk in de camera hebben. Maar normaal gesproken in de salon loop ik constant om de klant heen. Want zodra ik dat niet doe, ben je ergens extra lengte aan het creëren en dan is het geen lopende gidslijn meer. Hier nog een keer van de andere kant. Ik neem echt mijn passé neem ik mee. Ik zie ook mijn gidslijn en sluit hem daar goed op aan. Wanneer je je gidslijn niet ziet, is je passé te dik. Dus werk ook altijd met fijne passé'tjes. Dan de laatste gidslijn die we hebben, en dat is op de vorige passé aansluitende gidslijn. Daarmee creëer je dus een rechte lijn of een vierkante vorm. Wat je dan doet is je knip je eerste passé. Je knip je tweede passé, maar die neem je terug mee naar je eerste. Dus je neemt hem niet mee, maar je doet hem terug. En dat geldt ook weer voor je derde. Die doe je weer terug naar je tweede. Dus elke keer creëer je een klein beetje meer lengte. En daardoor ontstaat er een rechte lijn of een vierkante lijn in het haar. Bij je laatste lijn neem je een passé, projecteer je loodrecht uit de hoofd uit kom je naar je toe en knip je af met de palm-tot-palm -palm techniek. Deze gaat loodrecht uit de hoofd uit. Maar je volgende passé daarentegen, dan neem je je gidslijn niet mee, maar je kant hem terug naar je vorige passé. Dus elke keer creëer je een klein beetje extra lengte en daarmee creëer je een vierkante of een rechte lijn. Nou, dit is dus mijn eerste filmpje wat betreft over... De graduatie en de kniplijnen en de gidslijnen. Het volgende filmpje wat ik ga plaatsen is gezichtsvormen. Dus wat ik al zei, abonneer je op mijn YouTube-kanaal geheel gratis. Hou in de gaten wanneer ik een melding weer plaats en dan kan je het volgende filmpje bekijken.